De tweede wedstrijd in de voorbereiding op het seizoen 2019-2020 van Excelsior is tegen VV Heiligersberg. Wordt aangevangen met een minuut stilte voor Sander Popovic, de overleden ex-trainer van de Kralingers. Maar de eerste kans in de wedstrijd, daar moeten we 12 minuten op wachten. En die is dan toch echt voor de thuisspelende ploeg, VV Heiligersberg. Hier een paar knappe acties, er komt de bal voor, de redding van Maarten de Fokkert. En dan ontpopt hij zich tot held, omdat hij ook de tweede inzet van Felix Verhaar weet tegen te houden. Ja, dan gaat Excelsior voetballen, dat duurt wel eventjes hoor, want na 37 minuten pas deze actie. Mendes Moreira op zwart, die is weggeslopen en hij rondt koeltjes af voor zijn tweede goal in het shirt van Excelsior. Zijn eerste van deze wedstrijd, de 1-0. Ja, de 2-0 die laat niet al te lang op zich wachten. Hier is het Haspolat op de achterlijn. Dan zou je zeggen, waar kan die heen? Nou, over die achterlijn. En dan ook nog Zwarts op maat bedienen. Ja, Zwarts met zijn tweede goal. En een prachtige actie van Haspolat. Niet lang daarna is het een kort genomen corner. Die komt dan voor, wordt weggebokst. Ja, en zo voor de voeten van Ebicilio. Zo maar Kyle Ebicilio. Zijn eerste goal in het shirt van Excelsior. En brengt hij de ruststand op 3-0. Ja, dat kunnen de fans natuurlijk ook wel bekoren. Ja, Moni is nog niet helemaal gerust. De 0-4 van Fortes valt dan buiten beeld. Ja, dan gaan we hier op weg naar de 0-5. Mendes Moreira veroverd. Geeft hem mee aan de ingevallen Hervé Matthies. En ook hij weet het hoofd van Zwarts makkelijk te vinden. Die kopt knap raak. Maakt dus zijn eerste hattrick voor Excelsior. 5-0. Ja, dan Thomas Verhaar, ook hij voorin te vinden en had zijn goaltje nog niet gemaakt. Maar deze lepe bal, ja, lijkt te houden, maar gaat er toch in. Slim verzonnen van Verhaar en dus 0-6. Dan is het hier weer Verhaar in de slotfase van de wedstrijd. Legt de bal voor, maar die komt bij Fortes. Die dreigt even, kan die bal niet kwijt. Haspolat kijkt dan, die ziet Verhaar helemaal vrij staan. Dan loopt Fortes slim door. Die krijgt hem dan. En dan de jongeling van Excelsior, Van Delft. Hij rondt af tussen de benen van de doelman van VV Heiligersberg. En maakt zijn eerste goal voor Excelsior 1. Ja, en dan vindt Roelof Luinge het voldoende. Na 90 minuten voetbal 0-7. De tweede overwinning in de voorbereiding op het seizoen 2019-2020 voor Excelsior.